En dan aan het einde van de regenboog is een, is een pot met heel veel goud erin. En dat popt klein mensje. In de arena verlies ik nooit. Geen gesprek vergeet ik ooit. Want buiten mijn deur is ook mijn thuis. Met schone banken en geen gespuis. Wanneer de kinderen naar school toe gaan, mag geen enkele brug voor hen openstaan. Ongeschonden, niet gepest, kind van Zuidoost verdient het best. Hier adem ik en mijn vrienden ook, hier werk ik aan een mooi Zuidoost. Hier heb ik altijd in geloofd, hier ben ik het beste beloofd. Hier adem ik en mijn vrienden ook, hier werk ik aan een mooi Zuidoost. Hier heb ik altijd in geloofd, hier ben ik het beste beloofd. Ik zie 10 kinderen die samen spelen, samen leren, samen streven. Hun ouders afkomstig uit verre streken, die nu de wijsheid samen delen. Ik zie die kinderen wijzer worden, zelf ondernemen, zelf sporten. Niets houdt hen tegen, geen angst uit kranten, want het succes ligt in hun handen. Hier adem ik en mijn vrienden ook, hier werk ik aan een mooi Zuidoost. Hier heb ik altijd in geloofd, hier ben ik het beste beloofd. Hier adem ik en mijn vrienden ook, hier werk ik aan een mooi Zuidoost. Hier heb ik altijd in geloofd, hier ben ik het beste beloofd. In de chaos beplas zie ik mijzelf en heel de wereld, dat spreekt vanzelf. Niet vreemd of raar, maar mooi verschillend. Niet kil afwachtend, maar juist welwillend. In de chaos beplas, daar stroomt de Rhône, maar ook de Nijl en de Amazone. Dit is van mij, mijn wonderschone, Zuidoost voorbij, mijn vrije zone. Een hele goede middag, lieve luisteraars. Het is tijd voor het programma 50 minuten, 50 minuten Amsterdam Zuidoost met nieuws en ontwikkelingen in Amsterdam Zuidoost. U heeft het gehoord aan de begin tune dat wij er zijn. Uw gastvrouw vandaag is wederom Peggy Anijs en we hebben heel wat leuke gasten in de studio. Voordat wij naar de gasten gaan, zal ik eerst het nummer doorgeven waar u naartoe kunt bellen als u vragen heeft voor de mensen die er in de studio zijn. Het nummer is 0613208601 en dan nemen wij op. Wij zijn ook live te volgen op het YouTube kanaal van Radio Maart, dus u mag ook naar YouTube en daar ziet u ons en de gasten in actie. Ik ga direct van start, want ik heb verschillende items vandaag, dus een heel weinig tijd. Dus ik kijk direct naar alle lieve mensen die ik in de studio heb vandaag. Ik heb vandaag senioren op bezoek en misschien kunnen jullie je voorstellen. Ik hoor heel veel geluid. Oké. Misschien kunnen jullie je voorstellen. Ik begin bij u. Ik ben Jenny van Dalen, ik woon ruim 35 jaar in Zuidoost, ja. En ik heb hier altijd gewerkt. Oké, en naast jou zit er een hele schattige lieve man, ik ben zo dol op hem. Vertel maar wie je bent. Ik ben Maurits de Adelhard Torp, ik ben hier al 40 jaar in Zuidoost, dus een hele lange tijd. En ik ben voorzitter
van de ouderadviesraad. Ja, dus vandaag gaan we het over senioren hebben, ouderen. En dan kijk ik links van mij, daar zit er ook een lieftallige dame. Oh, ga je gelijk met mij beginnen? Ja, met jou okay. Direct. Ja, jij hoort nou, mij. Nou, ik ben Mayra Martina. Ik woon ook heel lang, ja, ik denk 30 jaar al in Zuidoost. Mm-hmm. En ja, wat moet ik meer vertellen? Dat gaan we nu zien. Ja, het gaat goed met mij. Jo, ik ben ook senior. Als je het nou wil geloven of niet, Mayra. Goed, en ik heb jullie vandaag uitgenodigd omdat ik met Maurits in de buurtkeuken van Rijgersbos in gesprek ging. En die Maurits die wist zoveel leuke dingen te vertellen wat hij aan het doen is en welke plannen hij heeft. En ik had zoiets van, nee, dit moet verteld worden op de radio. Wat is er aan de hand? Waar zijn jullie mee bezig? Nou, wij zijn bezig om een aantal groepen, seniorengroepen, te gaan samenwerken, want we moeten als ouderen we samen optrekken tegen de jeugd. Hoezo? Tegen de jeugd. Ja, ik kom heel gefaseerd en sterk over, want de burgemeester van Amsterdam wil alles wat met jeugd te maken heeft, wil ze prioriteit geven. Oh. Maar ouderen tellen natuurlijk ook mee, hè? Oké, dus jullie voelen je een beetje bedreigd omdat jullie uit de mond van de burgemeester weinig horen over voor senioren. Ja. Klopt dat? Klopt. Oké, wat is dan het antwoord van jullie? Nou, mag Jenny dat vertellen, hè, Jen? Vertel het maar. Nou, zoals bekend is bijvoorbeeld, Zuidoost is een stadsdeel waar de meeste oudere mensen wonen. Mm-hmm. Er wordt alleen niet voor ons gebouwd. Dat is een groot probleem. Veel mensen vereenzamen in hun veel te grote huis, komen niet meer in contact met allerlei organisaties. En ik vind het een beetje een onbedacht, doordacht idee wat ze doen. Bouwen voor starters en voor jongeren. Ik zou denken van bouw voor ouderen, krijg je een hele hoop woningen krijg je vrij. Ouderen die zijn een stuk gelukkiger dat ze elkaar kunnen ontmoeten. En er komen zoveel woningen komen er vrij voor de starters. Daarbij blijkt dat ouderen ja, toch wel het minst aan het woord komen hierin. Wij praten over Zuidoost. En onze stadsdeelvoorzitter, schatje, Tanja is echt een schatje. Maar hij is inderdaad gefixeerd meer op de jongeren. En wie de ouderen doen, dat weten we dus niet, dus dat doen we zelf. Ja. Oké, ik sta een beetje versteld, want ik dacht dat het zo goed was geregeld voor de senioren. Dus ik heb het mis. Ja, ja zeker. Ja. Uiterlijke schijn. Oh, nee, dit moeten we gaan onderzoeken als Radio Maart, want ik had dat nog niet begrepen van jou, Maurits. Dus je hebt me helemaal gepakt en verrast. Ja, dat is ook de bedoeling. Ja. Kijk, er wonen wel veel ouderen en er zijn ook mensen die dus wonen, maar ze wonen in voor hun te dure huizen. Mm-hmm. Ze hebben alleen AOW of een klein pensioentje. Ja. Maar die huren zijn ontzettend hoog. Ja. Er wordt namelijk niet voor ouderen gebouwd. Mm-hmm. Zouden ze dat dan wel doen? Er komen huizen waar ze nu bezetten, komt vrij voor jonge starters. Mm-hmm. Ze wonen soms in te grote ruimtes. Klopt, maar vaak is het ook zo het geluid dat je hoort dat ze niet willen verhuizen omdat ze al 30 à 40 jaar... Nou, niet alleen dat. Maar de huren zijn te duur. Kijk, als jij nou een huis gaat bouwen met een lagere prijs, dan krijg je de oudere west daar naartoe. Mm-hmm. Maar dan zeggen ze, ja, ik ga of hetzelfde huur betalen in een kleinere woning, dus dan blijf ik maar. Oké. En jullie zijn dus het oudere adviesraad van geheel Zuidoost of van een bepaalde buurt? Nee, van Zuidoost. Van Zuidoost. En wat doen jullie? En wat zijn jullie nog meer van plan? Ja. Nou, ik ben de penningmeester. Hoe? Dus, ga jij over de centjes? Ik ga over de centen. En dan moet ik even kijken als het goed is wat ze brengen, dat we kunnen doen. Uh-huh. En als het geld is, want we krijgen ook subsidie, maar het is lang niet zoveel meer als vroeger. Ja. Dus dan moet je uitkijken wat je ermee gaat doen en samenwerking. Uh-huh. En dan gaan we een plan zetten en dan gaan we wat beginnen. Maar Maurits had een heel goed plan. Dat wordt in oktober gaan we iets samen doen. Ja. Misschien kan Maurits daar wat over vertellen. Ja. 8 oktober, dan gaan wij namelijk een buurt gebeuren voor ouderen hier in deze omgeving, in de G-buurt. In de G-buurt, oké. Dus in het CEC-gebouw gaan wij voor een aantal, dat is
coronaproof een aantal mensen uitnodigen uit de hele stad, uit het stadsdeel, om hier bij elkaar te komen. En het wordt georganiseerd door het aantal stichtingen. Een stichting Welke Helden, de Ouderenadviesraad, de Stadsdorp Goud, hier uit de G-buurt, en Profor. Dat is een organisatie voor Spaanstalige inwoners, migranten. Dat klinkt allemaal goed. En met z'n vieren proberen we dus ouderen een beetje in het zonnetje te zetten. Dus dat is 8 oktober. Luisteraars, u hoort het. Hebt u pen en papier bij de hand om direct de aantekeningen te maken. 8 oktober in CIC gebouwd, speciaal voor senioren. En dat is van 1 uur 's middags tot 3 uur. Maar het kan wel uitlopen, maar vind ik niet erg. Dus, maar er is voldoende gelegenheid om te parkeren. We zullen zorgen dat er parkeergelegenheid vrijkomt beneden in de garage. Is dat zo? Er staan een aantal mensen klaar om dan de weg te wijzen. Nou, en dan wordt u hartstikke ontvangen en dan kun je met elkaar gaan kletsen. En er wordt wat verteld over het verleden. En ook over de toekomst. En wat kunnen we nog meer verwachten op die dag? Het is van 1 tot 3? 3. En ze moet, je moet ook zeggen waar ze moeten melden. En ze krijgen een uitnodiging. De organisaties die aangesloten zijn in de Zuidoost krijgen een uitnodiging. Komt in de media. Mensen kunnen melden en er worden een paar telefoonnummers voor bekendgemaakt. Maar dat kan ook nu, hè, op dit moment. Dat kan. Zodra die folders buiten zijn, kunt u er bellen. Maar ik ken die nummers niet uit mijn hoofd. Het is ook nog vroeg. Nee, maar dan gaan we het alvast in de gaten houden. Dus eigenlijk hebben wij de primeur dat wij dit nu al broadcasten in de media. 8 oktober voor de senioren. En dat is één van jullie initiatieven. Zijn er nog meer? Nou, wij, en daar gaan we, op die dag gaan we ook namelijk de ouderenambassadrice. Dat is nieuw. Wat is dat? Dat is iemand die benoemd is, die wij aangesteld hebben om de misstanden ten aanzien van ouderen, omdat die een soort ombudsvrouw. En dat was, dat wordt de directeur van Profors wordt dat. Dat weet ze nog niet, maar ik zal daar. Nou, heb ik het een beetje verklapt. Bij deze. Ik heb het een beetje verklapt, maar ik. En niet zomaar verklapt, iedereen weet het nu. Nee, dat is ook, nou, misschien voor haar ook fijn, maar ik zal haar officieel installeren op die dag. Een aanwezigheid van een heleboel ouderen. En ouderenambassadeur, is dat iets nieuws? Dat is en wat zou zo iemand moeten gaan doen? Nou, vertel eens, Jen. Nou, we hebben natuurlijk ook al een kinderburgemeester. En omdat wij als ouderen dus ook hierin vergeten worden, hebben we dus besloten van, we willen eigenlijk een seniorenburgemeester, maar wij doen het dus maar even als ambassadeur. En zij zal dus de ouderen gaan vanuit alle groepen. U hoorde net al dat zij dus de directeur is van Profor, van Spaanstaligen. Dus het is een groot bereik. Zij heeft ook een groot bereik. En zij zal ingezet worden om dus de ouderen ook te stimuleren om zich te melden bij ons, zodat we dus een samenwerking kunnen gaan starten. Dat klinkt wel heel interessant. Luisteraars, u hoort het. Er zijn ook heel veel luisteraars van Radio Mart die senioren zijn. Heeft u een vraag te stellen aan deze ouderenadviesraad, de mensen van ouderenadviesraad, dan kunt u uiteraard bellen op 06-1320-8601. En ik begreep dat jullie ook kennismakingsbijeenkomsten gaan houden of hebben gehouden. Wat is daar het doel van en wat willen jullie daarmee bereiken? Nou, wij willen persoonlijk dus kennis gaan maken met alle organisaties die er zijn voor de senioren hier in Zuidoost. Er zijn er dus heel veel. En er is nog niet echt contact met al die organisaties. Dus wij willen daar bezoeken gaan brengen en ons verhaal gaan vertellen. En dit alles is in een opstartfase of hebben jullie al enkele contacten gelegd? We hebben al een paar contacten gelegd. Ja. En hoe reageren mensen erop? Heel positief, want anders waren we niet doorgegaan. We gaan nu alles uitbreiden. We willen veel meer, want er zijn groepen. Er zijn Ghanese groepen, Nigeriaanse groepen, Chinezen.
Surinamers, Antillianen. Uh-huh. Nou, misschien zelfs zijn de mensen uit Joegoslavië die een groep hebben. Ook die willen we graag kennen. Uh-huh. Hebben jullie dan een ruimte waar jullie van daaruit opereren? Nou, we hebben geen ruimte. We zijn gefaciliteerd tot, op dit moment nog door het stadsdeel. En daar kunnen we dus wel gebruik van maken van zij zoals gewoon dat wij ruimtes beschikbaar krijgen. En waar is dat? Waar kunnen mensen jullie bereiken? Nou, ze kunnen eerst ons bereiken op het telefoonnummer. Je kunt rechtstreeks op ons contactadres. Je kunt het even oplezen. Ik mijn bril niet bij me. Hebben jullie die nummer? Want ik is heb dat die nummer? Nummer? Ja. Ja. Dus telefoonnummer 020 6963 706. En er kan een e-mail gestuurd worden naar de ouderenadviesraad zuidoost@gmail.com. Oké, maar ik bedoelde meer van een locatie waar jullie te bereiken zijn. Nou, waar komen jullie bij elkaar? Wij komen nu in een locatie van Ebenezer bij elkaar. Maar wanneer wij met meerdere komen, dan weet ik wel zeker dat wij dus goede samenwerking kunnen opbouwen met het CEC-gebouw hier bij Ganzenhoef. Okay. En daar hebben we goede samenwerkingen mee. Oké. Want wat ik zo mooi vind aan jullie plan, ik hoor dat jullie heel veel aan co-creatie doen. Eigenlijk gaan jullie eigenlijk alle bestaande organisaties af. Ja. En ja, jullie zeggen van kijk, jullie hebben allemaal senioren. Ja. Laten we de krachten bundelen. Ja. Ja. En ik hoor van jullie van het kan beter geregeld zijn voor de senioren. En ik neem aan dat al die organisaties dat ook kunnen vinden. Ja. Absoluut. Want ik wist eerlijk gezegd niet dat het zo schrijnend was. In mijn optiek wordt er heel goed voor jullie gezorgd. Maar ik kan het mis hebben hoor. Dus ja, jullie weten het, zit er zelf in. Dus. Nou, wij zorgen goed voor onszelf. Ja. Maar er zijn schrijnende gevallen van mensen die dus in eenzaamheid verkeren. En zeker nu met coronatijd de deur niet meer uitkomen. Ja. Klopt. En daar moet toch echt wel op gelet gaan worden. Mm-hmm. En een andere vraag is ook van, jullie leggen dit probleem, leggen jullie dus hier neer. Het gaat de wereld in. Maar hebben jullie dit ook onder de aandacht gebracht bij mensen van de gemeente? Ja. Ja. Is er een contactpersoon met wie jullie praten? Kunnen jullie daar wat van zeggen? Ja. Herkennen ze datgene wat jullie zeggen en hebben ze wat beloofd? Ja, we hadden een contact, maar zij is toevallig deze week is ze aan verplaatst naar een andere baan. Nu hebben we weer, na zoveel, elke keer een andere, hebben we weer twee nieuwe. Uh-huh. Dus dan moet je weer gaan herkennen en al dat soort dingen, kennismaking. En die proberen wij in stand te brengen van, dat en dat is aan de hand. Dus wij weten nog niet hoe het gaat samenlopen. Want ze zijn ook nieuw. Maar nog geen toezeggingen aan jullie gedaan van dat we de kennismaking gesprek hadden we deze week toevallig maandag. Want kijk, ik weet bijvoorbeeld dat de gemeente drukdoende is om voor senioren, vooral bijvoorbeeld in Reigersbos, daar heb je dus die buurtkeuken Reigersbos, in die ontwikkelbuurt dingen te regelen voor senioren. Ja. En dat je dus ook die kazerne hebt. Ik weet niet of er daar ook al activiteiten voor jullie komen. De brandweerkazerne? Ja. Nee. Niets? Nee. Nog niet. Nog niet. Oké. Maar hebben jullie daar ook stappen in genomen om te zeggen van kijk, wij willen ook dat er wat voor ons komt daar? Want die mogelijkheden zijn er ook wel, hoor. Ik denk dat die ruimtes daar te klein voor zijn. Ja. Ja, dat denk ik wel. Ja. En er zijn natuurlijk de buurthuizen waar we dus ook in Zuidoost hebben we gelukkig een viertal buurthuizen. Uh-huh. Dus daar zou je ongericht, dat de mensen niet zo ver. Het is natuurlijk voor mensen, ze zijn niet zo mobiel. Uh-huh. Dus je moet bij hun in de buurt moet je iets hebben. Ja. Dus, maar meestal is een buurthuis centraal in een buurt. Oké. Okay. En daar kunnen ze dus naartoe. Dat proberen we tenminste, om daar wat dingen voor hun te doen. Want mensen ze hebben weinig geld, zijn eenzaam. Okay. En ze zijn vol schaamte.
Ze zeggen niet dat ze het slecht hebben. Ja, ik weet het. Ja. Daarom zeg jij altijd, oh, ik weet niet, ik dacht dat het allemaal zo goed gaat. Want je gaat niet vertellen dat het slecht gaat. Ja, je pakt me, hè. Ja. Zie je? Dus dan gaat het altijd goed. Ja. Oké, wat willen jullie nog vertellen aan de luisteraars? Want we gaan jullie op een andere keer gaan we weer jullie uitnodigen. Mm-hmm. Want wij willen dit op de voet volgen. Ja. Radio Maart is altijd alert als er bepaalde dingen gebeuren. En dat verhaal wat jullie hier vertellen, dat heeft nu vanaf nu ook mijn aandacht. Ja. Want sommige dingen wist ik niet. Wat je zult net zeggen, aanstaande zaterdag. Aha, 19 september. Is er op Grubbehoeven een bijeenkomst. Het heet Pannenkoeken of Lumper. Oké. Dan kun je kiezen. En er zijn activiteiten. Die wordt georganiseerd door Stadsdorp Goud. Mm-hmm. En door de stichting Wie Helden. Welke Helden. Mm-hmm. En Welke Helden is een stichting die pas opgericht is. En waarin wij proberen om vrouwen en kinderen die helden zijn in onze ogen. Voor de oorlog, tijdens de Tweede Wereldoorlog en na de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Want als het dan mannen betreft, wordt altijd door het ministerie van Defensie, worden allerlei organisaties gaan dan zich springen. En worden geëerd, er komt een tap, er komt een veteranendag. Maar van vrouwen en kinderen hoor je weinig. En wij willen dus die mensen een beetje naar voren halen. Okay. Dat zijn onze helden. Oké, dus dat is morgen. Hoe laat begint dat? Het begint om 2:00. Oké. Okay. 2 tot 4, dacht ik. Grubbehoeve 38 is dat. De Nachtegaal. Ja, in het gebouw van de Nachtegaal. Luisteraars, u hoort het. Daar is er ook wel wat te vieren morgen. Altijd natuurlijk COVID-maatregelen. Neem je mondkapje zelf mee. En 8 oktober is dat jullie eerste grote evenement. En dat is in CEC-gebouw. Houd dat in de gaten. Wij komen er weer op terug. En op die dag gaan jullie geloof ik ook salsa dansen. Was dat hem? Ja. Oké. Er zou salsa gedanst worden. Nee, er zou salsa gedanst worden. Ja. Nee. Dan wordt een demonstratie in het CEC-gebouw. Ja. Zit de dansschool Vivendi. Ja. En die heeft aangeboden om wat demonstraties te hebben. We hebben gezegd, nou, laten we wat salsa doen. Oké. Dus de ouderen gaan ook een beetje schuifelen, salsa. Ja. Oké. Ja. Nou. Dus ze kunnen alvast thuis trainen. Ja. Trainen, oude mensen. Ik ga nogmaals het telefoonnummer herhalen waar jullie dus de oudere adviesraad kunnen bereiken. Dat is op het nummer 020-69-63706. En als u uzelf herkent in de problematiek die dus hier vandaag besproken is, schroom niet om deze mensen te bellen. Wellicht kunnen ze u wegwijs maken van hoe u zelf wat hulp kunt vinden. Nogmaals, 020-69-63706. En lieve mensen, dan gaan wij vandaag het interview afronden met jullie. Ik hoop dat jullie goed hebben kunnen vertellen waarvoor jullie hier kwamen. En ik zou hierover zeggen, word vervolgd. Ik nodig jullie in een later stadium weer uit. Graag. Bedankt voor de interview. Oké, dank je wel. En succes, want ik wist nooit dat ze hier achter een radio hadden. Ja, toch? Ja. Oké, dit is Radio Maart, hè? Oké. The voice of the world. Dan gaan wij naar muziek. Nou. We gaan luisteren naar muziek van T-Square, Count on Me. En dat is dus de volgende gast die wij hebben in de studio. Alles wat je doet, dat is alright. Soms
Zet jezelf eens goed in de spotlight. Alles wat je doet, dat is alright. You can always count on me. Oh, 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 yeah. Het is okay. You can always count on me. Oh, 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 yeah. Het is okay. You can always count on me. Yeah, you can always count on me van. Ik heb in de studio één van de zangers van dit nummer. Ja, ja, zeker. En hoe heet jij precies? Nou, ik ben Tyrone Purpleheart. Ik ben 13 jaar oud en ik zit in de boyband T-Square. Wauw, ik ben zo gecharmeerd van je. Dank u wel. Ik vind het een eer dat je vandaag in de studio bent van Radio Maart. Ja, ik vind het ook een eer. Ik vind het heel leuk hier. Ja. Bedankt. Oké, man, wat gebeurt er allemaal? Boyband, Tyrone van Surinaamse komaf? Ja, ja, ik ben 100% Surinaams. Wauw, geen missen. Nee. Oké, en je woont in Zuidoost. Ja, dat ook. Dat moeten we ook vermelden, hè? Want je weet, er zijn vaak negatieve berichten van Zuidoost. Ja, dus als het ja. super goed gaat, gaan we het hard gillen. Dit is zeker een positief, ja. ja. Waarom? Oké. And you can count on me. Vertel. Ja. Nou, ik doe mee aan het Junior Song Festival. En ik ben in de boyband ingedeeld. Want we deden allemaal, hoe noem je dat? Solo. Je doet solo auditie. En dan uiteindelijk word je door de productie ingedeeld in een team. En er zijn uiteindelijk 4 teams gekomen. En 26 september gaan die 4 teams in de finale tegen elkaar op. Om te kijken wie Nederland gaat vertegenwoordigen tegen heel Europa. Mm-hmm. En jij maakt grote kans samen met de rest van de boyband. Want hoeveel mensen zitten in de boyband? Hoeveel jongeren? Ja, 4. Ik ben een van de 4. En ja, de rest is Teddy, Thijs en Timo. En daarom heten we ook T-Square. Want zoals je kan horen beginnen al onze namen met een T. En we zijn met z'n vieren. Daarvan, vandaar de Square. Oké, geweldig. Ik ga even terug. Tyrone, 13 jaar, woonachtig in Zuidoost. Ja. Hoe ben je ontdekt? En hoe ben je terecht? Wat is eraan vooraf gegaan? Dat je terecht bent gekomen bij het Songfestival. Nou, ik doe mee aan Kind staat centraal. Ik doe mee aan het project van het stadsdeel. Mm-hmm. En zij supporten kinderen, creatieve kinderen die iets doen zoals voetballen, muziek, educatie, dat doen zij. Mm-hmm. En ik ben een van die kinderen. En wat ze dan voor mij hebben gedaan is dat ze iets hebben gezocht. In dit geval het Junior Song Festival. En vroegen, hey Tyrone, wil je daaraan meedoen? En ik zei ja. Je zei direct ja zonder te twijfelen. Ja, want ik kende het Junior Song Festival vooraf al. Mm-hmm. En ik vond het ook echt een heel leuk concept. Dus ja, ik vond het heel leuk dat Kind staat centraal mij daarvoor had opgegeven. Oké, dus dan ben je alleen gegaan. Want het is belangrijk, luisteraars, dat u weet dat hij alleen ging. Je hebt een hele tijd alleen gezongen. En later hebben ze je ingedeeld in een boyband. Inderdaad. Goed zo. Oké, wat verwacht je? Hoe gaat het uitpakken? Want ik ben een beetje gaan snuffelen, hè, om me voor te bereiden. En ik zag dat nummer. Hij heeft meer dan 100.000 likes. Ja. Hun Junior Song Festival is al sinds begin 2000 bezig. En ze hebben in die tijd echt al een hele goede support meegebracht. Dus nu zijn er heel veel mensen die elk jaar opnieuw naar het YouTube-kanaal van Junior Song Festival kijken. Mm-hmm. Ja.
En wie begeleidt je in dit hele mooie avontuur? Ja, mijn moeder doet eigenlijk het meeste voor mijzelf. En Junior Song Festival doet het meeste voor de boyband. En alle andere finalisten. Oké. En hoe zit het met de concurrentie? Want ik wil uiteraard dat je wint. Zuidoost moet winnen. Ja, hoe zeker. Hoe zit het met de concurrentie? Het is altijd goed om te weten wie je concurrenten zijn. Ja. Ik ken mijn concurrenten heel goed. Ik vind ze ook allemaal heel aardig. En eerlijk gezegd is iedereen echt heel goed. We hebben allemaal onze voordelen. En ja, ik kan eigenlijk niet meer zeggen dan dat. Want iedereen is goed. Maar wie maakt het meeste kans? Als je diep kijkt en als je scherp kijkt, wat is jouw visie daarop? Ja, ik weet echt niet hoe ik die vraag moet beantwoorden. Want als ik moet kiezen, dan zou ik hier echt heel lang over na moeten denken. En er komt geen antwoord. Oké, en 26 september aanstaande. Ja. Dan is de De finale. En 4 teams doen mee. T-Square, wij, de boyband. En dan heb je ook nog Unity. Dat is een girlband van 4 meiden. En een duo, Jackie en Janae. En dan nog een solist. Zij heet Robin. Mm-hmm. En we hebben ieder ons eigen liedje gekregen. Mm-hmm. En onze eigen outfit en zo. En we zijn nu heel erg aan het oefenen voor de finale. Die we dan gaan optreden. Dat is live. Mm-hmm. En we verwachten van jullie, de luisteraars, dat jullie gaan stemmen. Want hoe zit dat in elkaar? Kom je aan je punten? Misschien kan je dat goed uitleggen. Ja, nou, er is 50% doet de jury, want er is een jury. En de andere 50%, de overige, zijn jullie thuis, luisteraars. Als je dan kijkt naar het Junior Song Festival, de finale, dan zie je misschien een berichtje zo van ga naar deze site en stem op wie je wil. Mm-hmm. En ik verwacht dan van jullie dat jullie op T-Square gaan stemmen. Yeah. Zodat wij Nederland kunnen vertegenwoordigen. Geweldig. Oké, en het nummer is alleen op die dag herkenbaar, toch? Dat de luisteraars alleen op 26 weten op welk nummer ze moeten bellen? Ja, dat is alleen op eigenlijk dat uurtje alleen, want de uitzending is een uur van 7:30 tot 8:30. Het kan uitlopen of zo, want het is wel live. Mm-hmm. Maar het is alleen dan bekend. En waar? Welke televisie? Oh ja, op Nederland 3, NPO Zapp, daar wordt het uitgezonden. En het optreden zelf is in Rotterdam Ahoy. Maar dus daar mag niemand komen, gesteld? Nee, door corona mogen alleen de families van de finalisten komen. En die zijn ook allemaal afgesloten van de andere families. Mm-hmm. Zodat er geen corona kan verspreiden. Mm-hmm. Ja. En die boyband, ik wil toch wat meer van weten. Want je bent als soliste, heb je je aangemeld. Ja. En plotseling zit je in een groep met nog 3 anderen. Ja, inderdaad. En ik zie dat die jongens, die wonen echt niet in Zuidoost. Als ik zo naar ze kijk. Nee, ze zijn zeker geen mensen van de Bijlmer. Ja, jij bent ook de enige. Mm-hmm. Ja, ik snap het. Ja. Oké, maar hoe ging dat? Hoe was dat voor jou? Kon je makkelijk aansluiting vinden? Nou, voor mij is het eigenlijk sowieso makkelijk in deze industrie. Want in deze entertainment industrie zijn er heel weinig jongens. Ook heel weinig bruine jongens. Dus van een speciale afkomst. En daarom ben ik een soort van heel gewild. Niet per se heel gewild, maar ik ben een soort van zeldzaam. Zeldzaam kan je het noemen. Vertel! Want ik heb ook al in musicals gespeeld. Oh. Waar ze dus bijvoorbeeld echt alleen maar mensen met een bruine huidskleur wilden. Gewoon omdat het zo hoort. Bijvoorbeeld in The Bodyguard met Romy Montero was ik de zoon van Romy Montero, maar dan in de musical. En ik heb ook in The Lion King gespeeld. Maar je verrast me helemaal, maar dat wist ik niet. Ik denk, je komt hier voor een songfestival. Ja, dat is wat ik nu doe, maar ik heb musicals gedaan, ja. Dus je bent een bekende Nederlander. Nou, zo zou ik het niet zeggen, maar maar toch wel een beetje zo. Ja, sommige mensen, als je aan een meisje vraagt van 9, zo van kijk jij het Junior Song Festival en ken je Tyrone, dan zeggen ze misschien wel ja. Oké, okay. Maar eigenlijk moet dat die juist goed kennen, want ik bedoel, ik ben al bijna senior, je hoorde die dat niet mensen van net bijna. Ja. Mm-hmm, ja. Oké, okay. Dus ik zou je ook vragen, wat zijn je hobby's? Dus dan hoor ik eigenlijk dat je meer talenten hebt.
Ja. Ik hou van dansen en van acteren. En ja, daar hou ik me eigenlijk door het dagelijks leven mee bezig. En met school vooral. Mm-hmm. School houdt me heel erg bezig, laten we het zo zeggen. Ik wil ook wat het een en ander weten over school. Want ik vind je heel erg boeiend. Ik ben echt van de kinderen ook. Dank u wel. Van de senioren. En ze kijken me daar scheef aan, daar op van achter. School. Welke school bezoek jij? Ik zit op het Montessori Lyceum Amsterdam in Zuid. Mm-hmm. Ik doe daar 2 VWO en dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus de school staat bij jou op de eerste plaats? Ja, zeker wel, want educatie gaat bij mij voor en de hobby's en mijn carrière gaat als tweede. Maar het is ook nog steeds heel belangrijk trouwens. Oké, bijna een soort van concurrentie met school en... Ja, zeker. Ja. Okay. Soms heb ik ook van... Doe ik dan liever huiswerk of doe ik dan liever zingen of dansen? Dan doe ik wel liever zingen of dansen, maar dan ga ik toch aan mijn huiswerk omdat ik dat ietsje belangrijker vind. Oké. En weet je al wat je later wil worden? Ik weet wel welke richting ik op wil, maar ik weet niet wat voor beroep ik eigenlijk wil doen. Want ik wil sowieso entertainen, dus misschien presenteren of een televisiepersonage zijn of zo. Uh-huh. Ja, dat lijkt me leuk. Mm-hmm. Oké, ik ben helemaal onder de indruk van je. Dank u wel. Oké, en Lion King en The Bodyguard. Ja. Hoe oud was je toen? Nou, The Bodyguard kwam eerst, toen was ik 9 en daar heb ik een 1,5 jaar in gespeeld ongeveer. Dus toen ik 10 was, stopte ik daarmee en deed ik auditie voor The Lion King. En ja, daar ging ik ook door. Oké, en hoe lang heb je The Lion King gedaan? Ietsje minder lang, dus misschien 9 maanden of zo. Oké. Ja. En hoe oud was je toen je begon met dit soort leuke activiteiten? Nou, ik hield sowieso al wel van zingen en mensen vermaken toen ik heel klein was. Mm-hmm. Dus toen was ik eigenlijk al bezig met gewoon leuke dingen doen. En toen ik dus 9 was, toen deed ik auditie voor The Bodyguard. En dat was meteen een succes. Dus was ik de kleine Fletcher in die musical. Ja, dat was mijn personage. Geweldig. Ja. Oké, en je zat, ik stel me zo voor dat je in Amsterdam Zuidoost zat op de basisschool. Ja, zeker. Welke school was dat? Samenspel. En hoe vonden ze het dat jij toen een jongere was die dus zo bezig was met musicals? Ja, ze vonden het heel leuk. Ze supporten me daar ook echt heel erg mee. Bijvoorbeeld als ik de avond daarvoor voor een... musical heb opgetreden, mocht ik ietsje later naar school, zodat ik goed kon uitrusten. Geweldig. Ja, dus... En mijn school werd er toen niet door beïnvloed. Het was een heel goede balans op de basisschool. Ja. Als ik het zo hoor, kan jij goed de balans houden? Als ik het zo hoor, kan je dat heel goed? Ja. Toch? Ik ben zeker. Ook trots op je, hoor. Complimenten, man. Dank u wel. En deze school waar je nu zit, want je zit in? In Zuid, Amsterdam Zuid op school. Waarom zo ver? Nou, ik vond de scholen in deze buurt niet per se heel goed bij mij passen. Want de school waar ik nu op zit is een cultuurschool en een Montessori school. Een Montessori school houdt in dat je heel veel zelfstandig moet doen. En dat je bijvoorbeeld heel erg vrij bent. Dus je krijgt niet de opdracht om dit en dit morgen af te hebben. Maar dat mag je gewoon doen wanneer je wilt. Maar het moet wel in een bepaalde tijd af zijn. Ja, anders heb je gewoon een slecht cijfer op je rapport en dat willen we niet. En jij kan heel goed omgaan met die vrijheid, merk ik. Ja, zeker. Ja. Luisteraars, een heel interessante jonge gast. U weet het, ik ben direct in mijn nopjes. Als u wilt bellen, als u een vraag heeft voor deze jonge man, dan kan dat nog. Ja. 06-1320-8601. Tyrone, ik heb nog een paar vragen voor jou, want ik heb heel veel vragen altijd. Ja. Hoe je dat ding weer, die kinderen staan centraal. Het kind staat centraal, ja. Ja, kan je mij daar nog wat meer van vertellen? Nou, op de auditie van The Lion King, daar kwam ik Lydia tegen. Zij is eigenlijk een soort van het hoofd van Kind staat centraal. En we waren heel gecharmeerd door haar. En toen later hebben we contact met haar opgezocht en... Zijn we eigenlijk zo begonnen met het project, of tenminste het project bestond al, maar toen was ik een beetje erin gegaan. En ja, toen heeft ze me heel veel geholpen met, of de stichting zelf heeft me geholpen met educatie, met vervoer, met sponsor. En ja,
ja, ze zijn heel helpvol geweest. En heb jij in dit project ook sponsoren nodig? Of een, niet per se. Hoe wordt alles betaald? Nou, er zijn niet echt heel veel dingen waarvoor ik nu moet betalen. Want, oh, we hebben een beller. Ja, praat maar verder. Oké. Maar, nee, ik heb niet per se een sponsor nodig. Niet op dit moment, nee. Oké, u bent in de uitzending. Goedemiddag. Mevrouw Anees, goedemiddag. Goedemiddag. Ik voel me weer goed, Tyron. Niet omdat jij alleen in de uitzending bent, want je bent de toekomst van morgen. Dank u wel. Ik heb naar de ouderen geluisterd en die hebben zoveel verteld dat ik mezelf afvraag van, zijn er nog mensen in de wereld die vertellen over Radio Maart? Ja. Want de boodschap was duidelijk van de ouderpartij. Ja. En nu kom ik bij jou. Ook ik was een kind. En nu ben ik de jeugd van vroeger. Ja, ja. Maar je geeft me het gevoel van, mijn ouders kunnen door mij niet teleurgesteld worden. Ja. Je wordt aanschouwd daar en je wordt gehoord en ik luister naar je. Probeer zoveel mogelijk, ja? Ja. Het positieve die je hebt, altijd te bewaren. Er zijn blokkades soms, die mevrouw zei ze even aan jou, concurrenten. Probeer daarmee om te gaan. Ja. Hoe jij praat, hoor ik mijn vader praten. Dus het is een kind. Maar ik hoor een man praten, want de woorden die jij kiest, zijn de woorden die ik, Louise, niet kende toen ik 13 jaar oud was. Ja. Hou je hersen jong en probeer iedere keer als jij vrienden kan motiveren dat ze iets beter doen in de maatschappij. Dat ze ook een verhaal komen vertellen bij Radio Maart. Want ik woon heel ver van jullie. En ik wens jullie allemaal in de studio God zegen. En wat is uw naam, mevrouw? Ja. Tante Loes. Tante Loes, dag Tante Loes, dankjewel. Ja, Tante Loes, bedankt. Zijn hele, is heel fijn om te horen. Ik vind echt, ja, complimenten. Het doet mij goed, bedankt. Ja. Dag. Dat is goed, doei. Nou, fijne dag. Dank u. Dat is toch heel mooi om te horen. Ja, ik sta eigenlijk een beetje versteld van dat ik deze reactie zou krijgen. Maar ik ben er heel blij mee trouwens, want ik heb geen woorden. Ja, merk het, ja. Ik ook eigenlijk niet. Maar ik ben ook zo onder de indruk van jou. Dank je wel. Kijk, wat heb je nog meer te vertellen? Want ik zie dat wij nog maar 6 minuten hebben. Ik wil graag dat je nogmaals uitlegt wat je van de luisteraars verwacht. En ik kijk direct ook naar al de senioren die nog hier zitten. Jullie hebben zo mooi verteld dat in Zuidoost daar de meeste, het grootste deel senior is. Dus die kunnen ook een mooie stem van jou naar binnen brengen. Ja, zeker. Dus doe een oproep. Vertel hoe dat gaat. 26 september om 19:30 is de uitzending van het Junior Song Festival de finale. En wij als T-Square, de boyband, wil graag dat jullie op ons gaan stemmen. En als jullie kijken, dan weten jullie ook met een uitleg een beetje hoe jullie moeten gaan stemmen. Dus dat verwacht ik eigenlijk van jullie. Zodat een kind uit Zuidoost misschien een beetje, hoe noem je dat, succesvol wordt. Niet dat andere mensen niet succesvol worden hoor, maar gewoon dat er nog eentje bij komt. Nee, misschien dat wij helpen. Ja. Dat jij in de prijzen valt en met jou alle drie overige jongens van de T-Square. Misschien kan je ook nog even vertellen van hoe heet het nummer waar ze naar moeten luisteren. Ja, op YouTube kan je gewoon opzoeken, ook op Spotify, op alle muziekplatforms. Kan je gewoon opzoeken Count On Me of T-Square of beide. Dan vind je het en dan kan je ernaar luisteren. Ja. En wat heb je nog verder te vertellen aan ons? Wie wil je bedanken? Wie wil je wat wil je dat de luisteraars nog weten? Ik wil sowieso nog Kind Staat Centraal bedanken, want zij hebben me heel erg geholpen met mijn avontuur naar dit moment. En ik zit hier te praten tegen jullie, maar dat komt ook door Kind Staat Centraal. Zonder Kind Staat Centraal zou ik hier niet zitten. Dus hun wil ik sowieso bedanken. Ja. Oké. En wie nog meer? Mijn moeder vooral, ja, mijn moeder. Mm-hmm. Ja, mijn moeder doet heel veel, ze zet alles in de agenda en ze maakt afspraken met mensen zodat ik succesvol word en
Ja, dankjewel mama. Ja, toch? Oké. Okay. Mm-hmm. Nou, ik wil jou ook bedanken dat jij jouw verhaal hier bent komen vertellen. Ja, ik bedankt. Nu ik weet dat jij er bent, ga ik je verder volgen. En ik sowieso wil ik eens een andere keer jou weer uitnodigen om te horen mm-hmm. hoe dat gegaan is. Ja. En op die dag wil ik je ook heel veel succes toewensen. Dank u wel. Lieve luisteraars, ik doe namens deze jongeman ook de oproep voor beide groepen eigenlijk. Ook de senioren die er waren. Ja. Schroom niet om contact op te nemen met de ouderenadviesraad. Het nummer is nogmaals 020-6963-706. Als u vragen heeft, uitdagingen heeft, misschien kan deze club u helpen om bepaalde dingen te regelen of wegwijs te maken. En voor Tyrone, die zijn toekomst ligt een beetje in jullie hand. Ja. 26 september gaat hij optreden in de finale van het Junioren Songfestival. Ja. Met de boyband T-Square. Mm-hmm. En zijn nummer heet Count On Me. En ja. Op die avond wordt bekendgemaakt waar u naartoe kunt bellen. Inderdaad. Om te stemmen voor op hem. Ja. Zodat hij binnenkomt en met de prijs vandoor gaat. Ja. En als je binnenkomt en je wint, wat volgt er daarna? Heel snel? Ja, eventjes uitleggen wat het Junior Song Festival nou is. Want het Junior Song Festival is dus eigenlijk de junior versie van het Eurovisie Song Festival. En dus wie de finale wint, gaat Nederland vertegenwoordigen tegen de rest van Europa. Dus ja, zeker stemmen. En zo'n avontuur gunnen we je van harte, toch? Gelukkig, ja. Ja, en dit is het nummer. Lekker deuntje. Ja, ja. Ga ook naar de clip kijken, want hij kan heel goed dansen. Dank u wel, Peggy. Toch? En die andere drie jongens doen het ook super, hoor. Ja, ja, zeker. Goed, we gaan groeten, luisteraars. Dat was het voor vandaag. 50 minuten Amsterdam Zuidoost. Ja. Met nieuws en ontwikkelingen uit Amsterdam Zuidoost. En ik zeg tot de volgende week. Bedankt voor het luisteren. Bye bye. Doei. Zet jezelf eens goed.